De gemeenschap en het traditioneel gezag zijn nog op zoek naar een oplossing voor het probleem van de onaangekondigde komst van Mennonieten in hun gebied. Onlangs heeft deze groep zich gevestigd in het Tibiti-gebied. In het gesprek met de STVS gaf de kapitein van Tibiti, Lydia Uralime, aan dat zij niet op de hoogte was gesteld van de komst van de groep. Hoewel de Mennonieten niet in het dorp zijn gesignaleerd, bevinden ze zich wel in het omliggend gebied. Ik heb vernomen dat ze op Goliath zijn, maar het dorp zelf is heel ver van Goliath. Goliath is wel in het Tibiti gebied, maar we zijn op verre afstand van Goliath. Maar ik weet niet precies wie ze naar daar hebben gebracht, dat kan ik u niet vertellen. Recentelijk zijn er beelden op sociale media verschenen van een groep Mennonieten die zijn aangekomen op de luchthaven van Suriname. De kapitein van Tibiti, Lydia Uralime, gaf aan dat er gesprekken zijn gevoerd met de voorzitter van de FITS, maar dat de gemeenschap en het traditioneel gezag nooit op de hoogte zijn gesteld van de vestiging van deze groep in hun gebied. Verschillende milieuorganisaties hebben hun misnoegen geuit over de komst van de Mennonieten. Er is aangegeven dat de groep zich in het gebied bevindt voor landbouwactiviteiten. De directeur van Conservation International, een milieuorganisatie, zei vanochtend in het actualiteitenprogramma Momentum Taki dat zij niet tegen de komst van de Mennonieten zijn, maar dat er wel zorgen zijn over de gevolgen voor het milieu en de lokale gemeenschap. Het gaat niet om de komst van die buitenlanders. Ja. Het gaat erom waar zij voor staan en hoe zij bepaalde zaken doen. Hoe zij landbouw doen. De ondernemer heeft inderdaad, we hebben allemaal de berichten in de media, in de kranten kunnen lezen erover. De meneer heeft inderdaad aangegeven dat ze op zijn grond werken. Het is geen staatseigendom. Het ging ons eigenlijk niet eens om staatseigendom of privé-eigendom. Het ging er ons om de methode van. Op dit moment, kijk, ik bedoel, ik kan niet gaan zitten halen en trekken met iemand die ook een bepaalde mening heeft over iets. Het enige wat wij vragen en wat wij zeggen, waar is het beleid met betrekking tot